Goedemiddag, Go. Goedemiddag. Goedemiddag. De eerste NRM-dag is begonnen. De ochtend is voorbij. Het ochtendprogramma zit erop. Vanmorgen hebben we heel wat dochtergroepen gezien al. En het viel op vanmorgen dat de kleine kijkjes die doen het nog niet zo slecht. We hebben vanmorgen gezien twee groepen van Kampen en één van Samen. Samen was de laatste groep die in de ring kwam voor de rubriek 100.000 koeien. Die internationaal denk ik wel wat aandacht verdienen. Nergens in de wereld kun je een klas 100.000 liter koeien zien. Nou, CRV Showdrum, en dat is denk ik voor de internationale belangstelling een goede zaak. Hè? Maar vanmorgen de dochtergroepen, die willen kort met je doorlopen. De laatste vond ik de beste, dat waren de dochters van Norwin. Alleen helaas, op papier kun je dat niet terugvinden. Dat is een klein beetje jammer natuurlijk. Dan hadden schrijven geen melk, te weinig melk. Nou nee, ze hebben te weinig exterieurpunten op papier. Okay. Als je die balken hier ziet, ja. Dan waren er twee groepen van Kampen. Talentino is een rode stier. En even kijken. Genzis Leonidas is een jonge Goldwinzoon, waar ik erg veel toekomst in zie. Een hele mooie vaas werd de beste. Valkenhof, Clara, van mensen uit Dalo, was een hele beste groep. Het werd geopend door een Amerikaan, de Shoe Boekum. Die zou ik graag, waren wel goed gehuurd, die zou ik graag iets meer derry wensen. Dan Etason Brooklyn, dat is de kampioen eigenlijk van dit jaar, roodbond uit het Etason programma. Nou, daar kun je niet zoveel van zeggen. Mooie jeugdige dieren uit een hoge eiwitfamilie die het goed doen. Dan hebben we gezien Midwolder, Goldmar, alweer een Goldwinzoon. En ja, dat is een aardig groepje goeie waar ik verder niet zoveel bijzonders van wil vertellen. Dan hebben we gezien Aurora Jeroen. Dat is een stier die met hele hoge cijfers doorgekomen is. Ik vond het een gewoonachtig groepje, vooral op stand. Maar het is de cijferkampioen, hij heeft goede cijfers hiervoor, hij heeft goede cijfers daarvoor. En daarom wordt hij door zijn eigenaar, die de show hier ook organiseert, enorm aangeprezen. Nou, dan Talentino. Mooie roodbonte koeien. Zeer uniform. Alle lof ervoor. Ook die 100.000 koeien, wat ik al gezegd heb. Zijn mooie rubrieken. Dat is goede reclame voor de hele business. En ik vind ook de beurs hier prachtige grote stands. Echt stands gericht op veehouderij. Niet allemaal machines of trekkers. Daar heb je niks aan. Maar echt melkmachine, voeding. Een boekhoudertje staat er tussen flinten. Hoe ze heten? Spermaverkopertje. Een spermaverkopertje. De kleine kaaitjes staan er ook. CV heeft een enorm groot paviljoen met gratis ijs en bier. En de dochtergroepen. Dus ja, het is echt een prachtige klantenbinding. Vooral voor CV. Ja. Dus wat is hier voor degenen die vandaag thuis zijn gebleven? Morgen staan al die groepen er dan ook nog, geloof ik? Morgen staan al die groepen er ook nog. En dan zijn de individuele keuringen. Dat is voor de echte koeienfanaten het belangrijkste. Ja. Of de koe van Bons kampioen wordt, of van Jansen, of van Pietersen. Hè? Dat is heel belangrijk. Goed. Had je al een kleine preview kunnen zien? Nee, want de koeien van Bons bijvoorbeeld, toen ik vanmorgen daarachter in die hal was, die lagen allemaal. En ietsje vroeg hem. Kunnen we daar beter niks over zeggen? Nee, dat kunnen we beter morgenochtend doen. Goed. Bedankt. Dankjewel.